We hebben een paar dingen maken met de Carlos Frederik Leemond. Met een andere Noor, Erwin Tietela. Ik was heel teleurgesteld na zaterdag. Ik kreeg weer een supersnelle sprint, maar verder in te zien. En vandaag ook echt gewoon, ook voor de ploeg, heel een dag op kop gereden. Heel een dag voor mij alles weer gedaan. Ik vraag drinken, ze gaan mee drinken halen. Ik moet gaan plassen, ze stoppen om te plassen. Yes! Alsjeblieft. Yes! Alsjeblieft. Proficiat. Ik wist 100% dat ik aan de linkerkant moest zitten. Boy vertelde mij nog bij het aangaan van de sprint dat ik zeker als tweede of als eerste door de laatste bocht moest gaan. En dan kijk ik naar links en dan kon ik afsnijden naar binnen en dan snelheid uit de bocht nemen. Maar eigenlijk na de bocht op de hele ook nog een beetje van moe. Ik zou graag naar links gaan en de eerste rechter. Veel te groot. Volgens mij is het achter de eerste paal. Ik zou het eigenlijk zo. Van de rol, tegen de met de overwinning. Lekker. 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 Ha? Ik heb je woordje, baas. Tuurlijk, hè, man. Voor mij is het de eerste keer en ik ben echt aan het opkomen nu. En ook dat ik zoveel herkend word op langs de baan. En voor de koers ook dat iedereen mee kent. En ja, ik ben 24 jaar. Ik heb nog nooit niveau gehad van als iedereen mij zo begint te kennen. En stap voor stap gaat het meer en meer beginnen worden. En dat is voor mij ook een beetje aanpassen. Maar het is natuurlijk wel fantastisch dat ik zoveel aanmoedigingen kreeg. En Dirk Juwen, en voor Gerben Thijssen!